En daar zijn we weer, vlog nummer 2 over het maken van de muzikale comedy Liften. Vandaag een heel druk programma. Ik ben namelijk onderweg naar Marleen van der Loo om wederom met de dames het script te lezen. Joke de Kruijf is terug van vakantie, dus ze is erbij. Ik ben ietsje verlaat, dat ga ik eerlijk toegeven. Heeft een hele belangrijke reden, want er is iets belangrijker nog dan het lezen van het script. En dat zijn de hapjes en de wijntjes die horen bij het lezen van het script. Dus, mijn goede vriend Albert Heijn is weer dolgelukkig met het geld dat ik heb uitgegeven daar. Vandaag dus, zei ik al, een druk programma. Ik ga jullie wat fragmenten laten zien tijdens de lezing. Dat is heel leuk. Ik ga vragen stellen aan de dames om zo iedereen wat beter te leren kennen. Joke, zou ik je al mogen vragen, niet schrikken? Oh, toplessen gaan. Hoe was je vakantie? Oh, heerlijk. Ja, we hebben je de vorige keer hebben je moeten missen. Ja. We zijn zo blij dat je er weer bent. Nou, dat spreekt voor jezelf. De toon is gezet. Goed. Kijk, zijn jullie blij met de lekkernijen die ik heb gehaald? Heerlijk. Nou, smakelijk. Wij gaan ondertussen weer verder met lezen. We laten jullie zo meteen een stukje zien. Ja. Helemaal goed. Ja. En Mariska en ik, wat doen wij? Water. Dat is voor Joke, jongen. Die ruikt, die zuipt, jongen. Dat wil je niet weten. Ja? Daardoor treden er meerdere veranderingen op in het weefsel rond de vagina, clitoris en blaas. Het slijmvlies wordt dun. En dat noemen ze atrofie. De vagina wordt minder vochtig en minder rekbaar. En de doorbloeding neemt af. En daardoor ontstaat die droogheid. En 74% van de vrouwen heeft er last van. Maar bijna niemand erover te praten. Zo. Best wel fijn zo'n handboek. Ja. En is er een oplossing? Oestrogeentherapie. Ja, of gewoon botox in je scheur. Hey, serieus. Ik zal de details besparen, maar het loopt dan weer heerlijk soepel daar beneden. Als je wil, heb ik een foldertje voor je als je uit de lift komen. Ja, fijn. Waarom voeg je het er niet gewoon direct aan je behandelspakket? Hey, je bent er nu toch? Dokter Kraaienpoot, wil je mijn afbrokkelende vagina even een doorsneerbuurt geven, alsjeblieft? Even mijn olie in die vol op pijl brengen. Dat is best grappig. Ja, ik heb te veel wijn genomen. Nou, ik mag jou wel met wijn. Dat er ik erin speel. Oh ja, zij ook nog. Marleen en Joke doen ook mee. Ja, maar zoals, ik ben zo met mezelf bezig. Dat is ook mijn rol, hè? Dat is mijn rol. Ego's. Wie speel je in de voorstelling? Veronique Devor. Ik ben een zangeres. Een hele goeie, maar on her way back. Dus zeg maar, ze heeft het niet meer helemaal echt goed voor elkaar. Dus, en ik ben die arrogante. Een beetje de blub figuur. En uiteindelijk is ze zo'n sympathiek mens. Maar gelukkig wordt ze ook weer arrogant. Dat voelt goed. Wees aardig voor elkaar. Wat een vraag ook weer. Ja. Oh my god. Wees lief. Ja, blijf altijd eerlijk. Want dat komt altijd uit. En wat happens in the lift, alle feta. Dat stays in the lift. En neem altijd iets mee om in te plassen. Ja. Echte schoonheid zit in het gezicht. Ja. Ja, zo is het. Daarom heb ik ook mijn bril op. Het wordt een feestje, dames en heren. Het wordt echt een feestje. En wat wij genieten hier aan tafel, ik weet zeker dat we dat over gaan brengen naar jullie in het publiek. Ja, het was weer gezellig en natuurlijk ook hilarisch. Ik zit wel met een paar dames die hun sporen verdiend hebben.
En het is zo leuk om die tekst tot leven te horen komen. En dan vooral ook de grappen. En ook de dingen die we nog zelf bij mogen verzinnen. Dat is gewoon geweldig om te doen. Ik ben sowieso onwijze fan van comedy. Ik heb het veel gedaan. En ik ben heel blij dat ik dit weer een keer mag doen. Het leuke aan liften vind ik ook dat er ook wat serieus in zit. Want natuurlijk, er zit altijd wat achter. Waarom ga je jezelf laten liften? Waarom ben je in zo'n omgeving? Wat is je doel? En hoe kom je ertoe überhaupt om dingen aan jezelf te laten veranderen? Wat zegt dat over jezelf of niet? En dat is ook leuk om die kant een beetje te belichten. En dat doen we ook zeker. Dus het is niet alleen maar hola die. Maar het is ook het waarom wordt ook belicht. En dat vind ik toch altijd heel fijn. Toch een beetje diepgang, ook in de comedy. Als jullie nog vragen hebben voor ons, voor mij, Mariska of Marleen, over de voorstelling of hoe we het beleven om dit te gaan doen, dan kunnen jullie je vraag stellen hier beneden bij de comments. En dan gaan we proberen die vragen voor jullie te beantwoorden. Dus wij verheugen ons al op jullie vragen. Tot gauw!